Nou hallo mensen, welkom bij deel 3 alweer, aflevering 3 alweer van Minecraft Survival. Laten we gauw beginnen. Zoals je kunt zien, heb ik hier eventjes iets bijgemaakt. Eerst was, zeg maar, dit de ruimte. Ik heb hier eventjes een stukje boven gemaakt met kistjes en weet ik veel wat. We hebben ook al wat nether quartz dinges en zo. Wat gaan we vandaag doen? Ik denk dat wij vandaag even dat daar uit gaan graven. Dus 10 blokken diep. Gaat nog wat worden, maar ik denk dat we eerst even naar de nether gaan. Gewoon nog wat kwartstaken, gewoon, ja. Dat leuk is, you know. Dus laten we dat gewoon eventjes eerst doen. Ik hoop dat jullie zin in de video hebben. Zo ja, like dan alvast. Ik heb hier echt een kapot lange gang gemaakt. Dus ja, een beetje saai misschien. Maar jongens, laat even weten hoe je zo'n guest, weet je wel, zo'n hele grote blok eigenlijk. Die van die gekke geluiden maakt en zo. Ik vraag me af hoe je, zeg maar, ik zie wel eens YouTubers die dan de bal van de guest weer terugkaatsen. Maar ik weet niet hoe dat moet, want met rechter muisknop werkt niet. De linker ook niet, volgens mij. Ik heb hier fakkels geplaatst, zodat ik weet van waar ik weer terug moet. Oh, hier hangt nog wat. Oh, kut, hier is ook een guest. Van het eind. Van die geluiden eind. De guests zijn echt pokkersterk. En aangezien ik niet weet hoe ik, zeg maar, die vuurbal weer terug kan kaatsen. Maar nogmaals, jongens, als jullie weten hoe dat moet, laat het weten. Oh, daar is die. Ik vind het een eng plekje om te hakken. Ik ga ook expres zo hakken, want ik ben bang dat er een gat onder zit, zeg maar. Dan val ik niet naar beneden toe als ik dit doe. Op die manier. Even kijken hoor. Daar hangt ook nog wat. Kunnen we dat pakken? Nee, hoor. Ik ga eventjes hier omhoog, een beetje. Is hier nog wat te halen? Goeiedag. Oké, hier is verder niks te halen, zoals je ziet. Ik ga die beesten niet slaan, want dan heb ik echt kapot veel achter me aan. Daar heb ik geen zin in. Dus dat gaan we ook maar niet doen. Lijkt me niet echt handig. Zoals je kunt zien ben ik ook level 33. Geloof me, als je even van het spul hakt, gaat het echt super snel. Als je even van die nether quartz hakt. Yo, die dingen zijn echt sterk. Ik moet echt volpassen. Hij zit hieronder. Ja, daar. Hij gaat weg. Kom terug. Oh, gaat hij. Oké. Doe alvast een duimpje omhoog, boys. Als jullie zin in de Minecraft video hebben. Oeh, was een gevaarlijke sprong. Nee! Eentje viel weg. Oké. Jammer, maar oké. Op zich, wacht, dit maak ik even een beetje dicht. Anders valt hier echt niet langs te lopen gewoon. Kijk, ik kan die glowstone wel even hakken op zich. Daar heb ik een nieuwe pickaxe voor. Daar was ik op voorbereid namelijk. Oh jongen, dit spul hak je zo snel. Check even. Kapot snel je dit hakt. Dat is echt insane. Oké, ga. Ik denk, ja, nu kan ik wel bijvallen zo. Ja, het valt een beetje naar beneden waarschijnlijk, maar wacht. Zoiets. Zo. Eerst even een soort plateautje maken. Als er nu zo'n ding komt, dan ben ik waarschijnlijk wel een beetje, ja, het zou een beetje fucked up zijn in ieder geval. Ja, ik vind het zo wel best. Oh, die rotsen kan ik ook gewoon met mijn blote handen hakken. Oh, lekker dit spul. Ah, oh, dat doet pijn, jongen. Oh. Nee, ga
heb, joh. Dat zou het zijn als je echt gewoon als je Minecraft speelt, dat je ook een soort band om je hand moet of zo. Dat als je dingen met je blote hand hakt, dat je het ook echt gewoon in je hand voelt of zo. Het zal vast nog wel komen. Dat je het ook echt voelt. Zeg maar. Ik ga eerst gewoon alles hakken. Dan kijken we straks wel. Dan pakken we het straks wel even van de grond af en zo. Zo'n lekker geluidje. Pats, pats. Oké, hierboven nog wat. Ja, nice. Oh, huh? Dat heb ik al vaker, jongens. Hebben jullie dat ook laten weten? Als je Minecraft speelt dan, hè? Nee! Oh my god, oké. Okay. Ik haakte blijkbaar het verkeerde blok weg. Ja. Ach ja, maakt niet uit. We hebben weer wat van dat glow shit erbij. Ga ik ook even een beetje naar beneden. Ik vind het wel chill dat die pigments mij niet aanvallen als ik niks doe. Dat vind ik wel echt chill, want als je mij aan zou vallen terwijl ik niks doe, dat zou echt stom zijn. Ik bedoel, ja, dat. Dat zou wel echt kloten zijn. Maar nu doen ze niks, dus dat is wel chill. Pas als ik ze sla, doen ze wat. Ik vind het wel echt heel eng, want kijk hoe die mij aankijkt. Dat vind ik wel echt eng, hoe die dingen altijd juist je aankijken. Maar ja. In ieder geval, we gaan nu even terug. We hebben, oh, 2 stacks. Close, dat is pretty nice. Gaan we even dit doen. Springen en lopen, dat gaat lekker snel. Ja, dan gaat het eten ook lekker snel. Maar gelukkig heb ik eten mee. Ik ben overal voorbereid. Dit is de laatste gang, alweer. Zo, check mijn botten, boys. Echt snel. Boys en girls, als die er zijn. Ik zou het echt niet weten. Zo. Ik ga niet voor dat halve botje nog 1 complete. Ach ja, laat het ook maar. Ik eet gewoon. Fuck it ook. Oké. We are back. Check al die kippen. Zoveel kippen heb ik hier. Maar dat is echt een shame. Ga even alles mooi in de kist doen. Dit daarin. Dit daarin. En dit daarin. Zo. Vlees kan ik wel meenemen. Oh ja, dan gaan we eerst even slapen. Want het is nacht. Lekker slapen, boy. Ja, ja, lekker dutje doen. Heerlijk. En het is ochtend. Even kijken hoor, we smijten dit hier wel gewoon even in. Maar wat gaan we nou doen? Dat weet ik nog niet precies. Heel gezegd. Laten wij dit gewoon eventjes 10 blokken hakken. Eerst wil ik even deze mobs hier killen. Wow. Dat is echt gewoon one shot. Nee, shit. Ik dacht in het water gebeurt er niks, maar dat is met die update natuurlijk. Als het nu in het water is, dan gebeurt er wel wat. Shit. Oké, kan nog gebeuren. Jongens, geloof me, als ik verder ben in deze wereld, knap ik dit allemaal wel weer eens op. Maar eerst moet ik even gewoon... Oeh, slime, dat is wel nice. Ik heb ook al gewoon een sterk slijmbas. Geloof het of geloof het niet, het is al zo. Ach ja. Oh, schiet eens. Aha. Zo, lekker doodgaan. Skelly. Oh, ik wou springen, maar net te laat ingedrukt. Ik was anders bang dat ik het niet zou, de jump niet zou halen. Maar ja, laten we even dit uitgegraven, denk ik. Dus ja, even kijken hoor. Oké. Ja. Oké, daar gaan we jongens. Zo, dit allemaal even weg. En
Zand ook even weg. Zo, ja, dit moet daar ook even weg. Dat doen we al gewoon even zo. Oké. Okay. Nou, ik zie je zo als ik dit wel een beetje klaar heb, zowat. Oh jongens, daar ben ik weer. Ik heb eventjes een stuk gegraven. En ja, zoals je hier kunnen zien, dit is blok 4, dus dit is blok 5. Dus ik zit nu hier op de helft. Ik moet nog een keer 5 blokken, zodat ik op de juiste diepte zit. Het ziet er al best wel diep uit, vind ik. Alleen, kijk, het probleem is nu, omhoog komen is heel makkelijk, maar naar beneden is een beetje onhandig. Dus, had ik een idee, laten wij hier even een handig iets van maken. Ja, dan kom ik natuurlijk niet verder. Zo. Kijk, dan kan ik hier gewoon zo lekker tegenaan lopen. Zonder gedoe. Dus, ja. En nu ga ik nog even verder en dan zie ik jullie zo meteen weer als dit klaar is. Is dat zo? Nou jongens, en dan mag ik nu dit invullen. Nummer 10. Dus zijn we bij het einde aangekomen. Yeah, let's go. We zijn best wel diep, vind ik. En ja, laten we even wat licht plaatsen trouwens. Zo. Ziet er al stukken beter uit. Nu gaan we even kijken hoe het er van bovenaf uitziet. Kijken of er geen mobs... Nee, oké. Okay. Zo, dit is best wel diep. Wow, dit ziet er echt gaaf uit. Holy shit, oké. Nou, dan gaan we nu eventjes slapen als het nog kan. Denk het niet meer, maar we gaan het even proberen. Gaan we even alles in de kist doen, in een random kist. Dat sorteer ik wel een keer gewoon. Of zonder een video te maken of gewoon ja, een andere keer. Oh ja, we kunnen nog slapen trouwens. Het wordt ook wel ochtend, maar ja, boeien. Oh ja, trouwens, nu heb ik wel mijn steen er weer ingedropt. Alleen, ik kan nog wel wat gebruiken. Aangezien ik nog niet helemaal klaar ben. Ik pak gewoon echt kapot veel sterks, kan mij het schelen. Want, jongens en meisjes. Zoals je hier wel kunnen zien. Het is allemaal mooi recht aan die kant. Behalve daar, dat kwam door die mijn. Door die cave. Vind ik heel erg jammer. Want als die cave er niet had gezeten, ja, dan had dat mooier eruit gezien. Maar daarom maak ik het nu even mooi dicht. En ja, dan zie ik jullie zometeen als ik dat dicht heb gemaakt. Tot zo. Nou jongens, aanschouw. Ik heb het eindelijk af. Kijk eens aan. Wat een prachtig gat is dit toch ook. Nu gaan we eventjes vanaf boven kijken hoe dit eruit ziet. Ik vind het nu echt heel vet. Ik heb het nu af. Ik heb nu mooi alles recht gemaakt. En zo. Ziet het er vanaf boven uit? Holy shit, wacht. Ik ga even... Hoe kon je ook alweer full screen doen? Oh ja, F1. Wow, dit ziet er echt super vet uit. In ieder geval, jongens. Oh, wacht. Ik ga dat nou even hier doen. Zo. Echt super vet. In ieder geval, jongens. Ik denk dat ik nog even de schapen ga scheren. En dan ga ik hierbij de video afsluiten. Ik moet nog even de schaapjes scheren. Ik ga eerst alles even droppen in de kist. Ik denk dat ik dit offline, nou, dan bedoel ik mee, ik zeg gewoon offline, oké? Okay? Daar bedoel ik gewoon mee te zeggen dat ik het niet doe als ik opneem, zeg maar. Zonder dat ik opneem, zeg maar. Zonder dat ik opneem, dus offline, ga ik nog wel even, wat wou ik nog zeggen, nou weet ik het niet meer. In ieder geval, ik ga nu eventjes de schapen scheren. Doe die even weer af, anders is het heel irritant. Nou zo, dat is ook weer klaar. Maar voor de mensen die niet wisten dat ik vergeetachtig was. Ik ben best wel vergeetachtig.
Maar ik weet weer wat ik wou zeggen. Oh, ik doe even deze terug. Nou, ik wou dus. Ja, ik ga dus offline, zeg maar. Ga ik even dit steen. Ga ik hierboven. Een speciale kist maken voor steen. En dan ga ik alles even netjes doen en zo. Maar dat komt allemaal wel goed, jongens. Ja. Ik heb de schapen even zo gescheerd. Ja, nou, ja. Wat heb ik nog te zeggen? Niet echt veel, ja. Ik heb nog één ding te zeggen. En dat is. Nou, meerdere dingen. Maar bedankt voor het kijken, mensen. Vonden jullie deze video nou weer super tof? Abonneer dan hier beneden eventjes op mijn kanaal. Als je meer Minecraft video's wil. Like. Abonneer, zoals ik al zei. En dan zoals altijd. Laters.